Ja, Dolph, en hij is 81. En we hebben zijn verjaardag, wie is 80ste verjaardag gevierd. We hebben een. Dus bij het orkest, we hebben hem hierheen gehaald onder valse voorwensels uiteraard, want hij wist er helemaal niets van, via zijn dochters en zo. En we hebben alle gepensioneerden uitgenodigd. Nou, alle oud-leden van het orkest was hier een hele happening. Er staat toch nog maar een man die het orkest heeft neergezet en uitgebouwd en opgebouwd. En ja, ik heb er ongelooflijk respect voor. Maar ja, je hebt ook de liefde van die man gevoeld voor wat hij neergezet heeft. En ja, ik vond het heel ontroerend. Ja. Hier is mijn stokje. Ja, dankjewel. Even kijken, gaat het zo of zo? Of wat? Nou, probeer het maar, hè. Denk ik vaak aan terug. Die jaren met dat orkest, dat is toch een deel van je leven geworden, hoor. Dat moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik hoor dat orkest altijd nog. Ik hoor dat nog precies spelen. Ja, dat zal nooit verdwijnen meer, denk ik. Daar ben je zo mee verweven geweest. Hè? Alle ups en downs meegemaakt. Het was ook een orkest, moet ik je zeggen, waarin in het algemeen een prettige sfeer heerste. Het was over het algemeen een collegiale sfeer. Er waren geen achterbakse dingen, hoe moet ik het zeggen. Nee, was er iets vast, dan werd dat openlijk wel besproken. Ja, ik heb daar met veel plezier gewerkt. Ik heb heel sterk het gevoel dat ik iets mee heb gekregen, zeg maar, van Dolph en de generatie, waar ik... Dat klinkt dan misschien heel pathetisch, maar waar ik voor moet zorgen. Dat betekent dat als je in traditie praat, dat die traditie verder gebracht zou moeten worden. Als je dat zo bedoelt, dan zit dat in mijn lijf. Ik bedoel, ik voel dat ik die traditie verder zou willen brengen. En een deel daarvan mag zijn. Ik bedoel, ik zie heel duidelijk de link naar vroeger, naar 40, 30 jaar geleden. Ik bedoel, je zet het voor, het verandert, maar die traditie van lichte muziek, die moet... Die wil ik verder brengen.